Inderdaad is het vervelend. We hebben een heel vervelende situatie meegemaakt sinds mijn aantreden. Veel mensen die beschuldigingen uiten, anderen die de expert proberen te spelen. Toch jullie herinneren dat ding van Quarantainbrug. Toch durft vandaag weer een ingenieur leugens te schrijven in de krant. Dus meester Mango, geen grappen maken, gewoon voor de rechters sturen. Laat hij daar gaan verantwoorden. Waar onjuiste informatie wordt gedeeld. En dat schaadt het ministerie van OE, schaadt onze reputatie. Toch? We geven zoveel informatie, sessie, maar kennelijk gebeurt opzettelijk. En dat moet afgestraft worden via de rechter. We hebben geen andere keuze. Vanaf nu gaan we hard optreden tegen die mensen die leugens verspreiden, misleiders zijn naar het ministerie van OE of naar de minister. Toch? Dat zijn geen volksvertegenwoordigers die het volk misleiden met informatie. En dan heb je ook andere groep journalisten die niet hier zijn, toch? Die ook journalist proberen te spelen, toch? Terwijl het ministerie open zit, alle dossiers kun je hier lezen. En als je niet kan lezen, moet je op school gaan. Weer op de lagere school, om te leren lezen. Toch? Dat is het probleem dat we hebben in dit land. Dus daarom ben ik blij dat jullie er zijn, om de correcte informatie te geven aan de samenleving. Je merkt ook de commentaren op social media van nepjournalisten, om het maar zo te noemen, of nepdeskundigen, eenzijdig. Zodra iemand eenzijdig bezig is, toch, zijn er twee dingen. De persoon is zijn ziel verkocht, toch, en hij wordt gebruikt. Toch? Dat zijn geen representatieve mensen om informatie te verspreiden in de samenleving. We moeten gelijk ontmantelen, onmaskeren. Dit soort mensen moeten onmaskeren, om te weten voor wie ze in dienst zijn, wat hun bedoeling is. Toch? En jullie moeten een handje meehelpen. Minister, u gaat dus aan dat uw naam zal voor het schrijf wordt gehaald. Zult u een rechtszaak aanspannen tegen persoonlijk daarmee? Rechtszaken, ja. Er is een besluit genomen vanaf januari. Als er zwaarwichtige beschuldigingen zijn naar het ministerie van OE, dan zwaarwichtig. Ik bedoel, iedereen kan natuurlijk een grapje maken of je kan iets zeggen. Wat ligt is geen issue. Zwaarwichtige, serieus gemeente. Laat me dat goed zeggen. Die gaat naar de rechter. Ik herinner me bijvoorbeeld, er was een gewezen parlementariër die elke week zit te brabbelen. Uiteindelijk naar de rechter gestuurd. Hij moest de verontschuldigingen aanbieden. Omdat hij het nooit meer durft te doen. Zeker niet naar deze mensen. De procureur, die heeft dat nu voor twee keer toen in die testen ingediend bij de PG. Had u een boodschap voor de procureur? Boodschap voor de dingen, no? Kijk, we leven in een rechtsstaat. Iedereen mag naar de rechter gaan. Dankzij regering Santokki Brussel. Onthoud dat goed. Vandaag gaat men naar de rechter. Voor alles en nog wat. Vroeger kon het niet. Maar ik heb genoeg cases waar ik kan gaan. Ik heb zo net al gezegd, wanneer iemand eenzijdig is, dan is het doek gevallen. Onthoud dat goed. Ik heb het in het parlement altijd gezegd. Ik zal nooit over één ding praten. Ik zal rechtvaardigheid eisen bij meer dan dat. Toch? Anders ben ik een misleider. Ik ben een misleider van het volk, van de samenleving. Toch? En Star News,